Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Het is tijd om 70 coins te gaan, nou niet betalen, maar laten zien om dit kubusje te openen. En in dit kubusje zit natuurlijk weer een brandnieuw leveltje. Dat was goed vertaald, hè? Dat wil ik zeggen, vrije vertaling voor de win. Het is hier tijd om aan slingers te gaan hangen. Oh, dat ging dus niet zoals ik had gehoopt. Oh nee, een fuzzy. Wat een vuile fuzzy, bitch. Nou, laten we maar gewoon lekker omhoog gaan. Oh. Oké, ik heb nu al zin in het level. Oh, kut. Oeh, ik was niet eens dood. Oeh. Deze coin pakken we, wou ik zeggen. Dat gaan we nog steeds doen. Oké, we hebben de eerste coin. Ik ben blij. Als mini Mario zijnde. Kut. Kijk. Hier zit de ster in. Jazeker. Kijk, en ook nog eens zo'n vet coole checkpoint. Die helpt ook. Zit er nog ergens een toad die... Oh, die geven dat. Oké. Ik hoopte eigenlijk zo'n coin. Ik wil eigenlijk nog een keer kijken. Misschien dat we de laatste coin kunnen zien. Ja, de laatste coin is daar. We moeten straks zo omhoog. Oké, even kijken of we dat kunnen onthouden. Was hij niet hier? Oh ja, hier is de coin. Het gaat redelijk. Het is alleen de vraag of we zo meteen die gouden ding kunnen halen. Dat zou helemaal mooi zijn. Oh ja, je kan in dit spel niet te lang op die touw blijven staan. Dat was ook zo. Dat kan bij andere Mario's wel. Oh, we moeten dit weer met Tanuki doen. We moeten dit hele level weer opnieuw doen. Zo jammer. Gelukkig is het geen moeilijk level, dat scheelt wel. Dus we gaan wel weer in wereld 1 van die blaadjes halen. Van die Tanuki suits. Want we willen alles meteen completen. Dat lijkt me wel het leukste om ze te doen. We zijn nu toch al zo goed bezig, dus dat moeten we ook gewoon doen. Goed, let's go for some vet coole Tanuki suits. Dit gebeurt altijd, maar... Nu moeten we gewoon niet geraakt worden en dat gebeurt ook niet. Nice. Deze Goomba verslaan en weer zo'n Tanuki suit in de bank. Nee. Wat gebeurt hier? Nou, dit heeft niet lang geduurd om heel eventjes twee van die Tanuki suits op te halen. Lekker bezig, Mari. Zeg yo, omdat je Mari bent. Oké, dat was een slechte grap. Het staat gewoon op het internet nu, hè? What the fucking. Oh.
Oeh, de volgende lijkt wel een soort Taking, Talking, Clocking. Ik had deze aflevering al gezegd dat ik fuzzies haat, hè? Nee, zeg het nog een keer, ik haat fuzzies. Oké, dat ging bijna fout. Dat ging weer bijna fout. Diepte in deze game is echt niet te doen. Kijk, lekker. Tiedeledeet. Lekker Mario. Ticking, talking, clocking. Zoals Sander dat zou zeggen. Oeh, bommetjes. The bombs. Tididididididi. Papa di pi pi pi. Tididididi. Oeh, daar is een coin. Kut. Oh, ik haat mijn leven zo erg. Speedrunner! What the fuck is die diepte hier? Oh, en nu springt hij niet? Leuk. Volgens mij hoor je zelfs op de microfoon dat ik klik. So nice. We hebben hier gewoon checkpoint. Hoezo bestaat dit? Kijk, goed dat ik deze kant op ben gesprongen voor de laatste coin. Oké. Ik heb alweer gemerkt dat ik dit geen leuke level vind. Oh,
Oh, ook dit nog. Nice. Oké, we hebben hem in ieder geval in één keer gehaald. Daar ben ik wel blij mee. Bepaderediep. Doep. Wahoo. Oké. Krijgen we nu level 5. Let's go. Oeh, met van die saus. Dit zijn altijd interessante levels. Oh, daar zijn zagen. Okay, nice. Kijken hoe we dit gaan doen. Kijk, daar zit dus een coin. Dus we moeten hier gaan staan. Dit spel. Jut. Moeten we hem weer opnieuw doen terwijl het zo goed ging. Kutzooi. Terwijl het zo goed ging, moeten we hem opnieuw doen. Oké, lekker Mario. Pa 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 p
Zo, easy win. Is niet waar. Net was het echt kut. Maar, we zijn door en daar gaat het om. Door naar de volgende ronde. Naar het schipje van wereld 7. Ik moet zeggen, dit wereldje ging erg voorspoedig. En daar houden wij van voorspoedige wereldjes. Zullen we tegen Boom Boom moeten waarschijnlijk? Oeh. Interessant level. Kamex die maken het niet veel makkelijker, maar ik denk dat het de bedoeling een beetje is van die Kamex, dat ze het niet heel makkelijk maken. Oh, net te laat met een staart. Ja, dat had ik zomaar verwacht. Goed, let's go. Toet toet, boing boing, Peppy en Corky. Oh nee, hun allebei. Oh, dit is een goed begin. Kut, ik was er bang voor, omdat ik niet kon zien. Ze wel allebei hun eigen territory, wat wel weer chiller is. En Boom Boom hoeft het maar twee keer, oké. Okay. Hij viel mee, hij viel gelukkig hartstikke mee. Daar ben ik erg blij mee. Oh fuck, we hebben hem niet meer. Kut, ik had... Oh ja, die had ik net gebruikt. Niet hè? Goed. Zoals jullie merken, niet echt een blij Milan. Maar ik wil wereld 7 gecomplete hebben voordat we deze aflevering afsluiten. Gelukkig hebben ze wereld 1 een makkelijke farm gemaakt voor Tanuki Suit. Zo. Pee-de-de-pee, pee-de-de-pee.
Nu krijg ik een ander liedje dan normaal. Waarschijnlijk omdat ik deze al 2400 keer heb gehaald. Bom bom en boom 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 boom. Oké, okay, wereld 7 is ook gecompleet. En oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Willen jullie nou graag meer zien? Abonneer dan even en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios amigos!